De DeaGen is onderdeel van het Desi Plus concept en zorgt voor kristalhelder en gezond water door een combinatie van hydrolyse en elektrolyse. In dit filmpje laten we zien hoe we de temperatuursensor aan gaan sluiten op de printplaat van de DeaGen en hoe we hem gaan aanmelden in het menu van de DeaGen. Na het verwijderen van het voorfront kunnen we de temperatuursensor aansluiten op de printplaat van de DeaGen. We beginnen met de rode draad aan te sluiten op de plus op plaats 1. De gele draad die komt in het midden te zitten van de aansluiting. En de zwarte draad komt op de min te zitten op plaats 3. Wanneer de sensor is aangesloten op de printplaat, gaan we hem aanmelden in het menu van de DeaGen. Om in het menu te komen, druk ik 1 keer op OK. Dan navigeer ik naar beneden naar Configuratie en druk ik weer op OK. Dan navigeer ik naar beneden naar Service menu en druk ik weer op OK. En om in het Service menu te komen, is altijd een toegangscode vereist en die is altijd hetzelfde, namelijk pijltje omhoog, pijltje naar beneden, plus, min en return. In dit menu navigeer ik naar serviceinstellingen en druk ik weer op OK. Dan navigeer ik naar beneden naar parameter 14, die ik met de plustoets op validatie 1 ga zetten en dan bevestig door op OK te drukken. Dan navigeer ik naar parameter 15, die ik op validatie 2 ga zetten door 2 keer op de plustoets te drukken. Die ga ik bevestigen door op OK te drukken. Die ga ik nogmaals bevestigen door op OK te drukken. In dit menu wil ik weer naar het hoofdscherm toe. En daar komen we weer door op de return knop een aantal keer te drukken. En dan ziet u dat rechtsboven de temperatuur in het display staat.